The 8th stage is not only the longest after sunrise during a no-race day, but also the most challenging one, as it offers a full variety of surface. The first high dunes will set an initial challenge for those with little driving experience, and after catching the correct direction, one will face a range of new obstacles, not just sands, but also dry riverbeds, ravines, canyons, and steps. The closer to finish, the faster one needs to move. Ja, dag 8, China. Nog nooit geweest. Wat een fantastische proef. Geweldig. Alles zat erin. Begon met hard terrein, maar allemaal kraters en stenen. En denk, oei, ik had de banden niet te hard gezet. Vrij snel daarna werd het toch wel weer wat meer rollend. Wel harde ondergrond, paden. Wel heel technisch. En vrij vroeg al duinen met 30, 40 kilometer al. Nou, wij dachten, verwachten wat die netjes, maar we kregen mee naar megaduinen voor onze kiezen, dus dat viel nog helemaal niet mee. Daarna een heel stuk kamelengras, echt hard voor het lijf en de auto. En daar zaten we maar 200 meter achter Nasser, dus we waren helemaal flabbergasted. Toen maakten we een klein foutje, miste ik een afslagje. Dan moesten we omdraaien en dan waren we ook Nasser meteen uit het zicht kwijt. En helemaal niet erg, hebben we de hele dag onze eigen snelheid gedaan. Daarna weer heel veel zanderige treks en heel veel duinen en moeilijke. En weer heel veel kamelengras, totdat ik er eigenlijk wel klaar mee was. En toen tussendoor nog een riootje, op het einde nog een hele snelle rio. Dus fantastisch mooie proef. Tweede gefinished op een minuut of vier van Nasser. Ja, gewoon fantastisch. Ik kan niet anders zeggen. De auto is top. Met rijden ging super, navigeren gaat geweldig. Dus ik ben een blij man. Hi, it was the first day on the dunes. Amazing dunes. Very big. Bigger than what we can find in Africa, but we do it very well. The rest of the stage was very enjoyable, twisty, a lot of track, bumpy, camel grass, navigation, difficult part, fast part, riverbed. We found everything we can find in cross country rally in one day. The car worked perfectly, mechanic did a good job, and without taking risk, without pushing, we finished second. 4 minutes only, or 3 minutes something from Nasser, so we are very happy. Navigation is difficult. Yeah, navigation quite difficult because there are a lot of track everywhere. It goes on different direction, and if you miss one valley, you cannot come back. You cannot climb the dune. So you should stay attentive, but the roadbook is perfect.